Dag meneer Wurf. Dag meneer Alba, hartelijk welkom bij de Nationale Archief. Dank u wel, ik ben blij u te zien. Ik ben ook blij dat u er bent. Het is een eer u hier te mogen ontvangen. Dank u. We gaan zo naar de depots. En ik mag mijn fotoalbum te kijken. En dan mag u naar uw foto. Oké, goed. Ja. Doos. Ja. Ik zal u het nummer laten zien. Inventaris nummer 3028. Ja. 3034. Doos aan de kant. Dan pakken we de map erbij. Ja. Netherlands Defense Forces Intelligence Service. Ja, NIVIST, IMA, ja, oké. Centrale Inlichtingendienst. Like a mighty river, rolling on from day to day. Men are fizzles, launched upon it, sometimes wrecked and cast away. It was in 17 years old. 17 years old. Ongelooflijk. Okay. Dit is heel interessant. Dat is natuurlijk de Nevis geschreven. Redacteur Merdeka, juist. Kijk, hier staan de gegevens betreffende de beslagname. Ja, oké. Okay. Het fotoalbum, het gedichtboek. Ja. Volgens mijn herinnering is het album is door de Nipis genomen bij de eerste militaire actie. Ze zijn bij mij thuis gekomen. Ja. En ze hebben allerlei dingen in beslag genomen. Ja. Maar hier is, dat hadden we al vastgesteld, het is al eerder gebeurd. Eerder gebeurd, april 46. Oké, wat is dat vader? Dit is mijn grootvader, grootouders, 1940, grootvader, grootmoeder. Dit is mijn vader, hij was de man. Het is te vergelijken met het raken op Java. Zo. En dit is mijn moeder. Mijn moeder is getrouwd op haar 15e jaar. Op haar 16e jaar had ze haar eerste dochter. Elk 2 jaar, sorry. We waren met ons 12. Zou u het album niet mee naar huis willen nemen? Graag, als dat kan, maar als dat niet kan, ja. Kismet. Wat? Waarom kan het niet? Ze hebben me verteld, het is staatsbezit. En dat blijft in het museum, in het archief. Dat hebben ze verteld. Als ik dat mee naar huis kan gaan, dan kan ik aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen zeggen, kijk, dat is een familiefoto zo. Ik zie hier mezelf op de atletiekveld. Dit was gebeurd op 10 mei 1940, toen Nederland bezet was door de Duitsers. We hebben dat gehoord. Ik was die middag aan het spelen met onder de leiding van de gymnastiekleraar. We spelen baseball. De meeste van deze mensen zijn al dood. En het trekt oude herinneringen op. Ja, het kan beschouwd worden, het is al verloren, het kan wel beschouwd, het is daar. Maar als het archief zegt, je mag het hebben, nou. Daar ben ik erg dankbaar voor. Maar iemand neemt een patent, dat kan dit niet. Dat is Rijksbezit, oké, voilà, zo, wat kan ik doen, zo is het.